Ik heb vandaag dus een blind date met iemand die mij zijn of haar natuurlijk favoriete plekjes van Oostende gaat tonen. Dus ik ben super excited. Hallo. Zet u, zet u. Leuk, ik hoop dat je het niet erg vindt dat dat hier zo wel een ouderwets... Nee, totaal niet. Dat is echt een van mijn lievelingsplekjes. Is echt? Ja. Wat, bij mij is dit ook zo mijn start van elke trip in Oostende. Ga je zien wat ik u vind, hè? Ja. Wacht, hè. Ah, hoppatee. Gelijk. Zo heerlijk dan weer. Nee. Voilà. Mijn benen zijn te kort daarvoor. Zo gek, dat is maar gemakkelijk. Oh. Zalig. Dit is dan weer zo de New York side van Oostende. Ja, voilà. Nu kunnen we zien waar we nog allemaal naartoe gaan. Hè. Hoe is uw ruimtelijk gevoel? Heel slecht. Maar echt een ramp. Maar heb je honger? Ja. Want ik weet een topadresje. En je gaat me nu meenemen naar een frituur. Dat is niet echt een frituur, hè? Allee, dat is een restaurant. Maar dat ziet er zo wat shabby uit. Ja. Dat is mega tof. Dat is echt... Allee, ik ben wel voor shabby. Oké. Okay. Voilà. Oh, super, dankjewel. Merci. Hey, smakelijk, hè? Smakelijk. Ja, goed slurpen. Ik vind je dat erg? Oh, bizarrek. Garnalen pellen met Fransjes en Sam. We nemen één garnaal, draaien, zie, goed. Half. En dan eet ik dat en dan op. Denk ik... Dat is echt een luid race, dat is er een. Hoeveel tijd heb je nodig? Dat zal toch wel een uur en een half zijn. Mm. Maar zie dat glinstert zo. Ja, ik heb dat al aan. Nee. Dat is echt niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde, kom aan. Kom aan. Oh, ik snap er niets van. Nou ja, ik snap het helemaal. Het is wel een schone cactus. Ik denk niet dat dat te komt. Ik kan het een keer vragen. Voilà. Cool. Antrepot. Dat is een winkel, nee. Winkel, café eigenlijk, maar waar je ook heel wat vreemde dingen vindt die je kunt kopen. Echt zo? Leeg schaaltje bijvoorbeeld. Voor in de badkamer. Perfect. Kinderachtig ligt een toppark waar niet veel mensen naartoe gaan. Keischoon.